Ik heb het ook gelezen in interviews met jouw artikels. Jij bent enorm strijdvaardig, strijdlustig. Waar haal jij die kracht? Ja, dat zit in mijn karakter, denk ik. Ja, ik ben altijd zo'n beetje een vechter geweest. Ja, ik heb niet altijd in mijn schoot geworpen geweest. En dat is altijd, ook in mijn cirkel. Ik ben daartoe gekomen als derde doelman. En ik heb echt al hard moeten vechten voordat die plaats te kunnen krijgen als eerste doelman. Maar gewoon, ja, in alles in het leven ben ik wel een vechter geweest en een strijder geweest. En ja, nu ook. Ja. Ik kan er gewoon, ja, ik kom niet in mijn hoofd van nu gewoon te zeggen van ik geef het op en het is, ay, ja, het is gedaan. Dat is ook je levensmotto, hè? Never give up. Never give up, ja. Dat is ik, ja. Serieus, ik heb altijd gezegd dat zolang dat er een klein beetje hoop is, ja, waarom er niet in geloven en er volop voor te gaan. En ook al is het nu, gaat het waarschijnlijk wel door het oog weer van de naald zijn, maar ja, als er toch nog iets kan, ja, waarom niet? Ja. Ja. Miguel, er leven heel veel mensen met jou mee. Er staan enorm veel mensen achter jou, zowel binnen als buiten het voetbal. Maar ook de mensen van de Pro League wouden jou heel graag nog een hart onder de riem steken. Ah, ja. Wij zijn uw voetbalfamilie en je kan altijd op ons rekenen. Hey Miggy, het nieuws heeft mij persoonlijk heel hard geraakt. Ik weet dat op dit moment geen gemakkelijke tijden zijn. Ik wou je veel sterkte wensen van de hele rood-witte familie. We staan met z'n allen achter je, dat je dat weet. Als club van KSK Waalwijk zijn we altijd heel fier op onze jeugdspelers die het schoppen tot het hoogste niveau. Voilà, je voulais te t'envoyer toute mes forces de ma part et de la part du Standard de Liège. Je ne de tout cœur avec toi. Just letting you know that we're all thinking of you here at KSC Genk. Ik weet dat je al veel tegenslagen hebt moeten verwerken. Maar ik ken u als iemand die nooit opgeeft. Via deze weg wil ik je nog heel veel sterkte toewensen en de moed niet opgeven. We zijn achter u, we zijn niet alleen. Een petit message personnel, Miguel. N'oublie pas, un gardien, ça ne lâche jamais. Ik wil je via deze manier een hart onder de riem steken. Houd de moed erin. We weten dat we allemaal achter u staan. Geef de moed niet op. We wensen u het beste en wij steunen u. Veel sterkte gewenst van de hele Beerschot familie. Het is een verschrikkelijke tijd voor je, maar hou je goed. Blijf vechten zoals alleen jij dat kan en weet dat je in dit gevecht niet alleen staat. En zoals jij altijd zegt. Never give up. Never give up. Never give up. Keep fighting, Miguel, en weet dat de deur van onze club altijd wagenwijd voor jou en voor jouw familie open staat. Never give up. Never give up, zeggen ze allemaal. Vriend en tegenstander, hè? Ja.